Dames en heren, geboren op 27 augustus 1964 in Drachten, echtgenoot van Diana, opleiding op het CIOS genoten, de leermeester Foppe de Haan, jeugd bij de Drachtse Boys, gespeeld tot zijn 19 jaar. 1 jaar bij Heerenveen, wat we net op het scherm zagen, gedwongen te moeten stoppen door een blessure, lange lijst met amateurverenigingen, trainer van het jaar, over de amateurs, de beste trainer. In 2009, maar ook op 1.h, de cursus niet gehaald van de betaald trainer. Jongens, wie zal deze man zijn? Aan mijn linkerkant Henk de Jong. Hartstikke welkom. Dankjewel. Geboren op 30 maart 1978. De buurjongen van Annemarie Lampen. Dat klopt niet, hè? Dat bedenkt de plekken. Op 4-jarige leeftijd begonnen met voetballen. Begonnen bij LSC, naar Sneek en zo naar Heerenveen. Te licht bevonden door diezelfde Foppen, die jou niet goed had opgeleid, want je was gezakt, hè, op 1.a. Opgepikt door Cambuur en debuterend op 19-jarige leeftijd in het betaald voetbal. Gevoetbald met Johan Abma. Gisteren vroeg ik hem. Ik zei, heeft gevoetbald met jou? Hij zei, nee, andersom, hè. Hij heeft met mij gevoetbald. Promoveren naar de Eredivisie. Vliegangst. Misschien heeft dat je carrière beïnvloed. Ging van prof naar amateurvoetbal. Van amateurvoetbal naar prof. Werd trainer. Over wie hebben wij het? Natuurlijk over Sander van der Heijden. Warm applaus voor deze man. Henk en Sander, hartelijk welkom bij onze mooie vereniging SWZ Bozo Sneek. We hebben hier voor de wedstrijd hebben wij een bijeenkomst van de sponsoren. Nou, het gaat natuurlijk hartstikke goed met onze vereniging, want jullie zien het al. Ja, voor de mensen die mij niet kennen, nee, ik ben niet Umberto Tan. Ik ben ook niet Jan Dino Asporaat. Ik ben René Bansen, de jeugdvoorzitter van SWZ Bozo Sneek. En we heten jullie hier hartelijk welkom. Allereerst, voordat we dadelijk heel veel vragen aan jullie gaan stellen natuurlijk, wil ik jullie feliciteren met het mooie feit wat wij gelezen hebben op het internet, dat jullie langer bij de Graafschap mogen blijven. Nou, dan hadden we natuurlijk gezien dat jullie gisteren natuurlijk dat ook een beetje om zouden zetten in een mooie prestatie. Dat is helaas niet gelukt. Jullie hadden een grote stap in de goede richting kunnen zetten. Kunnen jullie misschien stellen wat mis is gegaan gisteren? Ja, wij zouden weg toen onze aanvoerder, die was wat ziek. Dat is zonde, want dat is een goede voetballer. Die was vorig jaar naar rechtsback. Moet je zien, dat is een beetje Martin Veenstra van vroeger hier. Die was eerst gewoon een rechtsbackje en toen gingen we samenwerken. En toen werd het gewoon eigenlijk een centrale verdediger die het betaalde voetbal in kon. Dat deed hij niet, want hij vond het hier veel te leuk. Maar zo is onze centrale verdediger ook. En, Sven Nieuwpoort is dat. Hè. Vorig jaar zat hij gewoon op de bank en was back. En nu is hij onze centrale verdediger en is aanvoerder en speelt eigenlijk wat we willen. En vlak voor de wedstrijd, die jongen wordt ziek en die kan niet mee, dan rijden we erheen. Prachtig, mooi zomers weer en we komen daar, is allemaal sneeuw. Ja, en dan speel je eigenlijk gewoon een gelukswedstrijd. En toen kwamen we met 1-0 voor, prachtige goal, kans op 2-0. Ja, en die gingen net niet in. En toen had onze middenvelder, die dacht, ik doe even rustig aan met een sprintje, toen haalde hij hem nog in. Toen kreeg hij de bal en toen gaf hij een voorzet op de spits van de tegenpartij en die schoot hem erin. Dus het was een blooper. En wij krijgen een knak, hè, als team. Nou ja, en dan hebben we verloren. En dan hebben we terecht verloren. Het had ook 6-6 kunnen staan. Het was gewoon hotse knotse. Maar verlies, dat hoort er ook bij. Hè. Dus het contract is niet getekend. Niet getekend. En dat sprintje, dat had jij niet bij als goede assistent? Het sprintje om? Ja, voor de verdediger? Nee, ja, dat zijn momenten die... Die heb je allemaal wel eens een speler, dan schat je iets in en dan pak je het misschien iets te makkelijk op en dan moet je het gaan herstellen. En heel vaak gaat het goed en dat gaat ook een keer niet goed. En gisteren ging het een keer echt niet goed. Voordat jullie kwamen natuurlijk 16e plaats, nu 4e plaats. Wat is eigenlijk de doelstelling van de Graafschap? Nou, de doelstelling is eerste 6. Alleen als je nou heel realistisch kijkt naar de selectie, we hebben 16 spelers plus 3 keepers. Dus dat is redelijk smal. Als je bijvoorbeeld hier bij Sneek kijkt, volgens mij zitten er 25 selectiespelers. En
wij snappen ook wel dat niet iedereen is even goed. Maar we hebben wel een krappe selectie. Dus als je dan bij de eerste 6 kan eindigen over 38 wedstrijden. Dan moet je redelijk goed zijn, redelijk stabiel. Maar dan moet je ook hier en daar een beetje geluk hebben met blessures en schorsingen. Dus we hopen dat er misschien in de winter nog ergens een versterking bij kan komen. En wanneer dat gebeurt, ja, dan zou de eerste 6 gewoon een reële, normale doelstelling zijn. En wanneer dat niet gebeurt, zou dat wel een prima prestatie zijn, denk ik. Durf je mensen te benoemen? Dat moet ik benoemen. Playoffs? Oh nee, natuurlijk gaan we voor de playoffs. Anders moet je niet, we gaan ook elke week voor de overwinning, want anders moet je geen trainer zijn. Maar die gaan we gewoon halen. He, want het is wel wat Sander zegt, het is heel smal. Als je 16 spelers hebt, 3 keepers, ja, dan kan je wel nagaan dat we vorige week misten 5 man in één keer. En die winnen we met 1-0, met hard werken, maar dan gaat in één keer wel het voetbal veranderen. Dus er moet wel wat bij komen. Maar die doelstelling halen we gewoon, playoffs. En dan volgend jaar de Eredivisie? Ja, daar ga je altijd voor. Maar of dat heel realistisch is, dat zou wel een droomscenario zijn natuurlijk. Maar dat wil je allemaal, dat wil ik bij Sneek weer kampioen worden. Bij de buren, bij ONS, of nou Heerenveen kampioen is wel altijd hoogst haalbaar. Maar ik denk dat NEC gewoon een hele sterke, goede, brede selectie heeft met heel veel centjes. Nou, wij staan open voor de vrijkaartjes, dus ik zou zeggen gewoon goed jullie best blijven doen. Ja, het is een club waar, ik heb de mensen hier een beetje bekeken, dat weet ik wel genoeg, waar wij allemaal gewoon bij passen. Het is echt gewoon normaal volk en na de tijd hebben ze dit iets anders. Het is niet Amstel, maar het is het bier daar weg. En ben de Joling ook drinkt. Maar het is een mooi volk, apart volk. Dus ik denk dat wij ons heel goed thuis zouden voelen, dus je bent een keer uitgenodigd. Nou, dank u wel. Ik ben blij dat je mij als normaal mens ziet. Daar ben ik heel erg blij mee. Het is in de voetballerij wel eens anders, hoor. En als je normaal doet, dan is het vaak al vrij vreemd. Oké. Nou, zoals jullie hier zitten, is het voor velen van ons vertrouwd gezicht. Henk en Sander. Sander en Henk. Wat is eigenlijk jullie geheim dat jullie zo graag met elkaar samenwerken? Zeg maar, wie moet het zeggen? Nee, samenwerken. Ja, het prettigste is aan Henk, vind ik, is dat we. Het begon allemaal toen mijn vader overleed. En Henk, we hadden daarvoor niet echt heel veel contact. En we kennen elkaar via het voetballen, maar niet privé. En toen kreeg ik een berichtje van Henk. Een berichtje maar gecondoleerd. En toen dacht ik al, in betaald voetballen is dat eigenlijk niet normaal. Dus nou, dat was dus voor ons wel normaal. En dat vond ik wel eigenlijk op dat moment speciaal. En toen dacht ik al van, hé, dat vond ik wel heel mooi. En later kwam je wel contact gehouden, kwam bij Cambuur. En eigenlijk was Henk de enige trainer die mij als speler kon raken. En in ieder geval, ik deed eigenlijk een beetje altijd mijn eigen dingen. Dat is niet goed geweest, voor mijn carrière ook niet. Voor trainer was ook niet altijd leuk. Maar Henk was de enige die mij kon raken en gewoon in het normaal doen. En als hij wat zei, dan ging ik wel over nadenken. Ik denk van, nou ja, goed, die heeft wel gelijk. Dus ik ging eigenlijk altijd met hem mee. Dat was als speler-trainer zo, en daarvoor dus al. En als trainer-trainer, ja, idem dito. Het is gewoon elke dag prettig om met elkaar te zijn. En dan niet als man-man in een relatie, snap ik ook wel. maar gewoon om samen te werken en gewoon leuke dingen doen. Heb je daar wel eens over gefantaseerd? Nee, wij zijn beide gekke vrouwen, maar... Maar weet je, ik ben wat ouder dan hem natuurlijk, dus vannacht ook. Maar er lag een hoop sneeuw daar in waar we zitten, Doetinchem, Arnhem, er was zo'n laag sneeuw, hè. Dus we zeiden vannacht, we rijden gewoon naar huis, man, dat is een avontuur. Ik heb winterbanden en rijden. Maar ja, dan val ik in slaap natuurlijk, dan lig ik wel eens even tegen hem aan, zo lekker, man. Heerlijk. Ah, dat geloof ik wel, een lekkere knuffel ben je deze jongen, hoor. Jij ook. Ja, dankjewel. Maar wat Sander natuurlijk niet weet, hè, dat is dat hij ook speciaal geselecteerd is natuurlijk op zijn geboortejaar. 1978, ik heb net je boek gelezen, Henk. Kun je daar wat meer over vertellen, over 1978? En dan zou ik hem iets anders zeggen, in het getallen 001978. Ja, maar dat weten de meesten hier nog wel van mijn oud-spelers die hier zitten. Ja, 001978, ik kocht altijd staatsloten. En daar zat ik bovenop natuurlijk, en dan kocht ik er nog wat bij. En toen keek ik een straatje na. En daar had ik niks op. En toen keek ik op mijn banknummertje, 001978, daar had ik een ton. En dat was toen een hoop geld, hoor. 100.000 euro. Nu ook, dan moet je nagaan dat het nu, ja, ik denk meer dan 100.000 euro is. En dat was 35 jaar terug.
Hackathon, jongen. Prachtig, man. En ik dacht, dan ga ik in de handel. En nou, ik was de eerste avond 1200 gulden kwijt met mijn kameraden. Drinken, bier en suiker. Gek doen. En toen kocht ik 3 Porsches in Duitsland. En die klote dingen, die waren een straatsteen niet kwijt te raken. Nou ja, toen kocht ik nog een Audi 80, huppelde pup. 40.000 gulden. En toen was het ton bijna over. Ja, slecht. Ik ken vrouwen die gaan sneller door die ton heen. Maar dan weet je dat ook eventjes. Hein? Dus 1978. Hè? Mooie getal. Nee, zeker niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Nou, bij Cambuur kwam natuurlijk een heel abrupt einde aan jullie samenwerking. Daar is eigenlijk best ook wel heel veel over gezegd. En ja, in de social media was er natuurlijk ook heel veel over te lezen. Jullie hebben ook altijd gezegd van, nou, hey, dat wat wij erover uitgebracht hebben, dat is de reden. Maar die was eigenlijk altijd vaag. Zijn jullie er nog achter gekomen wat er misschien nog meer achter staat? Of is er nog een dieper liggende reden geweest waarom Sander bij Cambuur weg moest? Mag ik er eerst over zeggen? Ja, zeker. Kijk, je moet eerst even kijken, want het glas bij mij is altijd niet half vol, maar is helemaal vol. Wacht even, 5 euro boete in de sponsorpot. Graag even innen. Ja, mooi. Nee, kijk, je moet eerst even zien wat we gedaan hebben. Ik mocht het toen overnemen, omdat Alfons weg moest. Alfons Assi overigens ook uitstekend werk verricht heeft. En toen was een van de eerste dingen dat ik Sander erbij wil hebben. En dat had gewoon ook te maken met wat Sander net vertelde. We hebben een geweldige klik. Maar die jongen heeft ook een uitstekend idee over voetbal. Hè? Omdat hij altijd op die... Kijk, hij was misschien niet de speler die het meeste meters liep. Maar daardoor was hij juist wel geniaal. En dat heeft hij ook in trainerschap. Dus ik denk, hé, die jongen die wil ik er graag bij hebben. Maar ook de klik die we gewoon hadden. Ik zou je wat mooi stellen. Ik heb eigenlijk zijn spelerscarrière beëindigd. We speelden Emmen uit. Mag ik dat vertellen? Ja, natuurlijk. We speelden Emmen uit. En hebben we zo gefilmd. Hij wou al lang trainer zijn. Maar hebben ze gefilmd tegen Alfons. Ik zei, jongen, na de tijd. Vanaf nu ben je... En dat was nog een halve week competitie. Ja. Vanaf nu ben jij gestopt met voetballen. Je bent vanaf nu geblesseerd. Je speelt geen wedstrijd meer. Het is niet te handhaven. Nou, dat heb je gedaan. Heb je goed geluisterd. Ja. En, maar het moest. Het kon gewoon niet meer. En toen later. Maar dan hebben we wel zo'n klik. En toen ging je niet vervelend doen. Toen zei hij, Henk, je hebt gelijk. En toen ging je direct met die jonge spelers aan de gang in die selectie. Heeft geen wedstrijd meer gespeeld. Alleen de afscheidswedstrijd, nou, de laatste wedstrijd. Ja. Maar toen zag ik al dat hij een uitstekend trainer was. Nou ja, en toen heb ik hem erbij gepakt. Geweldige jaren gehad. Daar moet je eerst naar kijken. We zijn kampioen geworden. We hebben misschien... Cambuur was gewoon de knuffelclub van Nederland. Hè. Dat hebben we op een gegeven moment hadden we dat zo. En alleen we verkochten 14 spelers in een jaar en 2 maanden. Nee, een jaar en 3 maanden zo'n beetje. Hè. 14 basisspelers. En dat ging ons tegenwerken. En ja, toen moest Sander op een gegeven moment weg. Was voor mij ook de doodsteek. Maar die jongen die hoorde gewoon bij Cambuur worden in te zitten. En dat vind ik nog steeds. Dat vind ik nog steeds jammer. En de reden, we leken te veel op elkaar. De denkwijze. Nou, onder de wedstrijd moet je ons soms eens horen hoor. Dat is een tientje. Moet je ons soms eens horen. En dat zijn we lang niet altijd met elkaar eens. Maar dat was gewoon een hele klote situatie. En voor mij was het ook direct de doodsteek. Alleen ik kon niet stoppen, want ik kreeg geen uitkering. Maar een klote situatie, echt. Want heel Nederland zegt er wat over. Mag één ding zeggen? Nee, mag alles zeggen. Kijk, en dat gaat los. Ik probeer altijd gewoon een eerlijk mens te zijn. Naar iedereen toe, netjes, allemaal goede doelen doen we. En dan zeggen mensen opeens de meest verschrikkelijke dingen over je. En dat is natuurlijk hartstikke ver. Moet je bij jezelf nagaan. Eerst denk je, oh, het glijdt wel langs me heen. Maar de goede dingen, die hoor je niet. Hè? Want ja, dat is mooi, positief, hè? Dan kom je in een swing. Maar de slechte dingen, dan nemen mensen die dingen over je zeggen, god, niet normaal. En die vreet aan je. Dus je wordt een heel ander mens. Je wordt stil, je wordt thuis stiller. En je wordt even niet gelukkig. Ik leer er nu van. Hè? Maar voor jou was het ook verschrikkelijk natuurlijk. Nou ja, het was... Doordat eigenlijk... je zegt zelf, het is wel een beetje een vaag verhaal geweest. De reden is gewoon geweest... De reden die ik heb gekregen van de directie is dat wij te veel op geleken. En ze wilden 2 andere assistenten naast Henk hebben die anders waren. Dat is de reden geweest. Zo hebben ze het ook een beetje eigenlijk naar buiten gebracht. Maar voor heel veel mensen is het altijd vaag gebleven. En er is eigenlijk daarna nooit meer wat over gezegd. Er zijn heel veel dingen geschreven. Of lukraak door mensen gewoon op social media neergeklapt. En wat Henk zegt. Ja, dat ik het met de voorzitters vrouw gedaan had. En maar goed, dat wordt gewoon geschreven. En er zijn mensen die dat dus gewoon overnemen of geloven. En dan kom ik thuis. En dan moet ik dat bij mijn vrouw gaan verantwoorden. Ja, en dan zeg ik ook tegen haar van sorry, maar eigenlijk heb ik daar geen zin in. Want ik heb eigenlijk geen zin om me te verantwoorden om iets, zeg maar, wat een ander gewoon lekker zomaar op social media klapt. En dat zijn wel lastige situaties. En dat is wel het vervelende aan dat je,
Het mooiste is, we hebben het mooiste beroep voor de wereld. Alleen dat zijn wel dingen die niet altijd leuk zijn. En ja, daar moet je ook overheen stappen, maar het kan wel aan je knagen. En het is wel een hele vervelende klote situatie geweest. En ook de mensen zeiden van ja, wij hadden ruzie. We belden elke dag, nog steeds daarna. Elke dag hebben we contact gehad. Ik heb tegen Henk gezegd van je moet doorgaan, want hij wilde ontslag nemen. Maar goed, ik kreeg doorbetaald, want ik werd ontslagen. En als Henk op zou stappen, ja, dan heb je niks. En dat ook vier kinderen en een vrouw. En nou, die ton die had hij al vergooid met zijn Porsches. Dus daar had hij ook niet meer over. Dus ja, op een gegeven moment moet je wel door. Je moet ook weer leven. Je kinderen moeten ook brood hebben. Dus ik heb tegen hem gezegd, je mag gewoon voor mij eigenlijk gewoon niet stoppen. Punt. Terwijl ik eigenlijk gewoon diep in zat, juist wel wilde. Dus mensen die zeggen, ja, solidair zijn. Hij wilde ook solidair zijn. Dus dat zijn ook weer van die dingen. Van, ja, mensen die zeggen iets, roepen iets, wordt er overgenomen, krijg je een ander verhaal. Dat is wel eens vervelend. Maar dat is ook zo'n situatie waar wij in zitten met het groep wat we hebben. Zijn we lang weer vergeten hoor. Overigens heel veel respect voor. Hè? Als je 2 miljoen op je rekening hebt, dan is het heel makkelijk, hè, om solidair te zijn. En zo was de situatie. Ja. Overigens, ik heb betrokken ook even gegoogeld. Ik zou ook een beurt overslaan, dus daar hoef je ook niet voor te schamen. Nee, heb je niet gegoogeld? Oké. Okay. Ik ook niet, maar ja, ik moet wel even een beetje verhaal vertellen. Ik ben wel benieuwd wel. Ja, hè? Sander, kan je ook iets vertellen? Hè? Je hebt natuurlijk ook een carrière bij Cambuur gehad. Daar heb jij ook de eer gehad om te mogen carpoolen met Mr. Cambuur, Johan Appa. Hè? Natuurlijk bij ons een hele grote in de vereniging. Kan je daar iets over vertellen? Hoe lang dat ongeveer geweest is, dat carpoolavontuur? Nou, we carpoolden eigenlijk wel met Geert Jelle, Johan en Richard van der Wal. We kwamen alle vier eigenlijk uit Sneek. Dus dat was ook wel bijzonder. Ja, 4 jongens uit Sneek bij Cambuur. Geert en Johan waren iets ouder dan ons. Wij waren nog, Richard en ik waren wel 2 van die jonge jongens waar we nou wel eens tegenaan kijken. De jonge jongens van nou, doe even normaal, word eens volwassen. Nou, zo waren wij ook eigenlijk wel. Dus we hebben wel redelijk vaak gekarpeld, maar op een gegeven moment reden we ook 2-2. Niet omdat we ruzie hadden, want dat was absoluut niet het geval. Maar ja, Johan was gewoon een stille, gewoon een rustige man. Die niet altijd heel veel zei, maar wat hij zei, luisterde iedereen wel naar. Linksback, ja, als jij, het is meer dan 450 wedstrijden geweest, hè, volgens mij. Als jij 450 wedstrijden in betaald voetbal bij Cambuur kan spelen, mag spelen, dan heb je je sporen wel verdiend. Dat dacht ik. Sander, wat was jouw mooiste moment in je hele voetbalcarrière? Het moment dat ik van Duitsland terug kwam naar huis. Nee. Ja, wat was dat zo bijzonder dan? Nee, gekheid. Sander had elke maand een ton, hè? Hij had elke maand een ton. En dat was nog exclusief premies en penthouse en alles. Alleen 8 dagen ging je weer naar huis bij die postbode. Nee, niet gelijk. Ik ging eerst een half jaar bij Egon. Egon, Maar nee, mooiste moment, mijn mooiste voetbalmoment is denk ik, dat is dan puur persoonlijk. Kampioenschappen natuurlijk met Cambuur, trainen bij Cambuur, met ONS als speler. Maar als ik nou één moment moet kiezen, was wel de goal tegen Zwolle in de na-competitie 2008. Toen we het net niet haalden tegen Roda met de penalties, maar toen ben ik geblesseerd geraakt, Piet Adema elke dag behandelen en toch maar proberen. En ja, na een minuut of 20 schoot die bal in de kruising en het stadion ontplofte. En ja, dat moment van ontploffing, dat was zo'n ontlading en kick, dat vergeet ik niet meer. Nou, maar dat jij bij Hamilton Breit had gewerkt, dat wist ik niet. Ik wist wel dat jij gleuven had gevuld, ook postbode. Maar wat heb je bij Hamilton Breit aan gedaan? Nou, ik moest dan langs Dixons en dat soort winkels en dan moest ik checken hoeveel schappen... Sorry, Dixons is geen sponsor bij ons, hè? Dus die naam gaan we niet noemen. Langs winkels en dan ging ik de winkels langs en dan checken wat voor schappen, hoeveel cartridges en dat soort. Ja, dat was niet mijn ding, maar goed, ik wilde graag werken en ik kon aan de slag bij Egon toen. Dus toevallig heb ik laatst nog, 2 weken geleden met jou nog over gehad. Bij Egon gewerkt, ik heb bij Rinus Rood gewerkt nog. En als postbode. En ik denk wel eens van, goh, ja, als voetballer, dan ga je dat doen en nou trainen. Maar uiteindelijk word je er wel beter van als mens. En op dat moment denk je wel eens van, poeh, dit is wel wat anders dan het voetballen. Maar je wordt er niet slechter van. Dus ik ben ze wat dat betreft wel dankbaar.
ons vertellen wat jouw meest indrukwekkendste moment was als trainer? Je hebt natuurlijk zo'n gigantisch lange lijst. Ja, dat zijn heel veel dingen. Het kampioenschap met Cambuur was natuurlijk prachtig. Maar als ik hier terugkom, de club hier. Alle clubs waar ik geweest ben, dat zijn in die 32 jaar helemaal niet zoveel. Ik denk 6 of 7. Maar hier ben ik ook 5 jaar geweest. We hadden zo'n band met elkaar. En Bauke Patsa, de legend, was er en was mijn leider. Later Van der Woude, later. Hè. Maar eerst Bauke. Ja, dat was legendarisch en de mensen eromheen. Maar ik had ook een ploeg met jongens. Dat was Ruwe Bolsen, dat Sempje Chidouk, Martin. En ik heb ook geluk gehad met die jongens. Hè, want daar had ik bedrags de boys al. Omdat we altijd dingen proberen samen te doen. En niet Henkie de Jong is belangrijk. Nee, samen met die jongens. En die hebben eigenlijk voor gezorgd dat ik in betaalde voetbal ben gekomen. He, want ze hebben me nooit de poot onder de kont weggezaagd, terwijl ik nog heel veel moest leren. Maar we gingen altijd, deden dingen met z'n allen. En er kwamen er even wat nuchter opmerkingen. Ze konden ook rechtuit zijn hier in Sneek. Nou, daar weten jullie alles van. Maar eigenlijk is, ja, eigenlijk alle clubs waar ik geweest ben, is voor mij wel een hoogtepunt. En ook altijd voor mijn gezin, voor mijn familie, voor mijn vrouwtje. Die vond het ook altijd, je was niet altijd op voorgang, maar wel als je hier was het warm. Ja, dat vind ik altijd mooi, die jongens dan nu weer zien. Denk, godverdikke, die hebben toch geholpen omdat ik in het betaalde voetbal zit. En was echt, voor mijn voetballers er nog op vrijdagavond. En Sempie, die vreet nog even veel, want die stond net alweer in die rij hiervoor. Dus, dat is wel. Hij stond nu achteraan. Hij stond altijd vooraan. Ja. Waar is Sempie eigenlijk? Daar zit hij, ik zie die kop. Ja? Ja. Ah, die, ja. Over vreten en zuipen gesproken. Kennen er even 2 biertjes voor deze mannen komen? Want de glazen. Oh, moet jij rijden? Een colaatje of iets anders? Nee, even niet. Zo goed. Staan we in de kamer. Ja, je zei zelf al van je hebt hier twee hele mooie periodes. Heb je hier gebracht bij Sneek. Onne Heddinga was toen ook voorzitter. En ik heb begrepen dat je daar ook een speciale band mee hebt. Kan je daar iets over vertellen? Ja, Onne stond natuurlijk is een echte bestuurder. Hè? Jullie kennen Onne ook wel. En soms ook wel, komt Nors over vaak. Hè? Maar dan moet je even ontdooien. En dan wordt een hartstikke warme kerel. Tenminste naar mij toe. Echte kwaliteitsman. En toen was er best wel wat kritiek op in de buitenwereld. Maar ja, toen kwam op, ik weet het, ja, tuurlijk weet ik het. Op donderdagavond, 11 december. Dat is komende maandag, hè, 11 december, 14 jaar terug, was ik hier trainer. Verongelukte broertje van mevrouw. En toen, ik kon de volgende avond niet trainen natuurlijk. Dus ik bel Onne. En hij zegt direct alles af. En dan kwam hij bij ons thuis. En tot op de dag van vandaag nog altijd contact. Maar die heeft ons fantastisch geholpen. Echt, die stapte gewoon uit het werk weg. Bam. En nu ben ik er voor jullie. En dat doet hij nog steeds. Dat is geweldig. Dat is het verhaal overal. De praat hou ik nu over op, maar ook emotioneel erbij. Dat denk ik altijd. Zo ervaren wij, hij is voor ons ook heel erg belangrijk. Nu ja. Ook in de vereniging en vandaar dat ik ook. Dit heb ik altijd hoor, wat ik dit vertel. Ja. Ja. En is ook heel erg logisch. Fuck me, ik hoop dat ik voordat we dan echt helemaal emotioneel worden, gaan we het even over een andere bijter hebben. Ja. En dat is natuurlijk een van de beste aanvallers van de wereld, die voetbal momenteel bij FC Barcelona. En ik heb begrepen dat jij zijn eerste Europese trainer bent. Over wie hebben we het dan? Ja, dat is wel mooi. Maar toen beet hij nog niet. Oh. En dat is later gekomen. Toen was hij onder andere hoede. Ja, dat heeft hij geleerd van Sander daarbij. Ja. Maar waar zit dan in beeld, Sander? Nou, ik ken Sander natuurlijk wel. Ja, kijk, wij wisten bij Groningen helemaal niet dat Suárez zou komen. Veldmaat en Nijland gingen voor een andere speler heen. En toen zagen ze Suárez daar op de velden. En die was niet fit. Maar was hartstikke verveeld. En die scoorde ook nog makkelijk. En dan komt in één keer dat mannetje en die kwam eerst op trainen. Nou, ik denk, wat voor idioot is dit, joh? Die deed voor geen kwartje. En die was echt vervelend en hij was niet fit. En toen moest hij spelen bij mij in de belofte, want ik was assistent bij de eerste en trainer van de belofte. Ja, de eerste wedstrijd heb ik gewisseld na een half uur. De tweede wedstrijd mocht hij niet van Ron Jans, maar ik denk, ja, op een gegeven moment, wat gedrag. Na een uur eruit. De derde wedstrijd, Feyenoord uit, kreeg hij een rode kaart. Maar toen werd hij langzaam fit. En toen op een gegeven moment speelden we Groningen-Vitesse, stonden we 1-3 achter. En toen draaide hij eigenlijk eens in eentje, draaide het om naar 4-3. Ja, en toen werd hij echt goed. En was ook een hele leuke gast. En het mooiste vind ik keeper. En ik zag de laatste keer over het Nationaal Elftal, dan staat hij te keeper. En dat was toen ook zo. Dan moest ik met mijn houten poot, dan heb ik een slechte knie, dan was ik aan het schieten op hem. Hij was echt aan het duiken. Ja, en dan zie je zo'n jongen nu bij Barcelona. Dat is natuurlijk is echt uniek. En als ik ernaar kijk, denk ik, jeetje, mina. Ik toch, niet, dat heb ik niet gedaan. Maar ik ben er toch zijn trainer geweest, laat ik het zo zeggen.
Nou, ik denk dat je daar best wel bescheiden in bent. Want ik denk als je hem nu belt, is dan... Hé, Suarez, met Enki. Kan ik zaterdag niet even langskomen? Dan denk ik dat je meer dan welkom bent, of niet? Ja, dan ben ik meer dan welkom. 100%, dat weet ik ook van Hugo. En dat was toen Hugo, die speler van Groningen, was mijn assistent. Wij zijn 100% welkom. En hij weet zeker de warming-ups nog altijd, die ik deed. Want daar vonden ze helemaal niks aan. Als we straks weggaan, dan krijg je even een kaartje van mij. Als je wel gaat, bel me even, dan ga ik met je mee. Twee toegangskaarten, de Graafschap en Barcelona. Doe goed, hè? Of niet? Ja, jongen, ik luister wel eens naar jou. Hè? Ik vind jou wel zo'n interessant man, jongen. Dat doe jij ook al. Leuk. Leuk. Ja, mooi. Heb je er nooit mee gemaakt van interviewen? Nee? Nog nooit? Oude scooien. Nou ja, die steek je nou weer in de zak. Hè? Maar ja, als ik daar mee naar Barcelona kom, vind ik dat niet zo'n probleem. Ja. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk met jullie een aantal stellingen doen. En dan mogen jullie maar één antwoord op geven. Wow. Even kijken hoor, dan moet ik even mijn kaartjes erbij pakken uiteraard. Ja. Oké, en ik wil maar één antwoord. En we gaan met Henk beginnen. Drachten of Sneek? Drachten. Trainer bij Cambuur of Heerenveen? Duurt lang. Niks. Dat was geen optie. Ik mocht één antwoord. Je hebt niet ja of nee gezegd. Agen Heinz Boersma in zijn hoogtijdagen of Henk Veerman? Henk Veerman. Waar is Agen? Die voetbal bij ZM1 op dit moment? Ja, maar. Ik denk dat hij thuis is. Agen was ook een legendarisch verhaal. Nee, dit gaan we straks doen, hè? Daar mag je nog ergens op terugkomen. Ja, nee. Ja. Je hebt niet ja of nee. Accountmanager of voetbaltrainer? Voetbaltrainer. Nou komt de moeilijke. Een boxclinic van Gert-Jan Verbeek? Of een rondje sparren met Ipe Smit? Gert-Jan Verbeek. Een top amateurclub? Sneek of ONS en SWZ door laten gaan zoals het nu gaat? Ik denk voor de toekomst top amateur. Wil je ergens op terugkomen of toelichten? Ja. Mensen denken altijd als je trainer bent, en zeker hoe ik ben, dan probeer je je club te verkopen. Als ik hier trainer ben van Sneek, moet Sneek in de picture. Als ik trainer van Cambuur ben, moet Cambuur in de picture. Als ik trainer van de Graafschap ben, moet de Graafschap in de picture. En die denken dan dat ik alleen daar kan trainen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als ik weer ergens anders heen ga, dan kan je ergens anders heen. Ik vond alleen niet dat ik met Cambuur naar Heerenveen kom. Voor beide supporters goed niet. Dat ligt gewoon te gevoelig. Maar natuurlijk kan ik in de toekomst trainen van Heerenveen zijn. Geen enkel probleem. Heel mooi antwoord. Want eigenlijk, hè, als je ook heel eerlijk bent, daarna ben je naar Groningen gegaan. Dat ligt eigenlijk net zo gevoelig. Ja, dat is precies mooi ertussenin. Groningen is ook... Groningen zat ik vroeger ook aan het radio. En dan was de Europa Cup, Atletico Madrid, wat speelden ze? Inter Milaan. Dan was ik aan het luisteren. En wat later word je gevraagd of je daar assistent wil worden. Ja, dat doe je. Doe ik gewoon op gevoel. Kijk helemaal niet naar geld of wat nodig. Dat doe ik. Boom. Klaar. Oh, Sander, jongen. Ik ben echt in paniek, jongen. Ik ben mijn stellingvragen voor jou kwijt. Maar gelukkig. Nooit in paniek. Raak ik nooit in paniek, hè? Want rust zal u behoeden. Maar ik heb hem alweer gevonden. ONS of LSC? LSC. Werken met Frank de Boer of met Henk de Jong? Henk de Jong. Sorry, ik had mijn microfoon nog niet bij me. Dat is Henk de Jong. En niet omdat hij hier voor me zit. Sorry? Niet omdat hij hier voor me zit. Hè? Voetbaltrainer of runnen van een evenementenbureau? Voetbaltrainer. Het boek 1 met de 12e man... Of 50 tinten grijs? Ja, dat is... dit boek, op die 50 tinten grijs, dat is echt iets voor een vrouw, toch? Of niet? Je liegt. Nee, laat die vrouwen dat maar lezen. Germ of Henk Dion? Nou, daar heb ik geen antwoord op. Beide. Germ of Henk Dion? Genk Dion. Henk Dion. Ah, die noteren. En ook
voor jou de vraag. Een topamateurclub, Sneek of ONS en SWZ door laten gaan zoals we nu gaan? Uiteindelijk samen. Wil jij ergens op terugkomen of toelichten? Ja, meerdere dingen eigenlijk. Mag dat? Nou, weet je wat, hè? Omdat ik nog een paar minuten over heb, dan mag jij nog op een paar dingen terugkomen. Nou, LSC ONS, dat is, ik heb hier namelijk ook voetbal. Dus Sneek komt er ook nog bij. Maar dan kies ik LSC omdat ik daar begonnen ben. En het plezier in het voetbal heb gekregen omdat ik daar op mijn vierde jaar begonnen met het voetballen. Dus dat, ja, dat doet je altijd wat. Waar je bent begonnen als eerste, dat is toch, ondanks dat ik bij ONS verschrikkelijk mooie jaren heb gehad. En in het eerste jaar of 10 geleden met Tom Hamer, Leo de Wacht, Rudy Maan, noem ze allemaal maar op. Echt een campingelftal, ongelooflijk mooi succes heb meegemaakt. Ja, is LSC, omdat je daar begonnen bent, vind ik dat, vond ik dat ik dat moest zeggen. En vind ik dat ook. Oké, okay. Je wou nog eentje toelichten. Nou ja, Germ Henk, dat is eigenlijk, ja, dat zijn beide vrienden, hè, is Leo de Wacht, dus daar ga ik nooit tussen kiezen. Dus dat is logisch. En top amateurclub, ja, het is altijd moeilijk, want er zijn altijd, ja, sentimenten natuurlijk bij ONS en bij Sneek. En je moet altijd apart doorgaan, want de Fienen en nou, het Soortje, en, nou, noem het allemaal maar op. Ja, maar zo werkt het, zo gaat het. Maar ik denk wanneer je... wanneer je beide, als beide clubs zeg maar het goed vindt om eerste klas niveau uiteindelijk gewoon, dat, als je dat prima vindt, is het goed zo. Maar als je op een gegeven moment al verder wil als de stad Sneek met een mooie voetbalclub, met twee hele mooie clubs bij elkaar, kan je wel echt iets moois neerzetten. En, ja, dan zal het in het begin jaren zal het even lastig zijn voor misschien wel heel veel mensen. Maar uiteindelijk, al het nieuwe hoeft niet slecht te zijn. En dat, uiteindelijk gaat dat, ebt dat ook wel weer weg, maar dan kan je wel een hele mooie Sneeker amateurclub neerzetten. Is mijn mening. Dus ik denk dat dit absoluut wel het beste is in de toekomst. Ik mocht er wel Aagheins zeggen. Ja, dat, ja, moet je nog doen. Mooi, ik kom even terug op Aagheins Boersma. Kijk, ik heb puur gekozen wie de beste is. En dat is Veerman. Maar toen in de tijd dat we hier waren, was Aage was onvoorstelbaar goed. De eerste seizoen helemaal niet, wou hij ook weg. En het jaar erop, alles wat hij raakte ging erin. Dat was niet normaal, hè. Soms dacht ik, nou, schiet de bal naar voren. Hij liep en schoot alles binnen. Dat was je echt goed. Dat was echt goed voor ons. Voor de club hier, voor het amateurverbouw. Dat is echt een topspits was het. Alleen kijk, Veerman is gewoon wat beter. Zonde van Aage. Eigenlijk is zonde van Aage dat hij zijn hele jeugd voor zijn, om de echte stap naar betaald voetbal te maken, heeft hij gewoon de jaren die hij bij QVC heeft gespeeld, wat hartstikke leuk was voor hem. Maar heeft hij de basistechniek, wat je in de jeugd moet leren, ja, dat heeft hij uiteindelijk gemist in het uiteindelijke betaald voetbal. Had hij met mij mee moeten gaan? Hij kon met mij mee naar Groningen en hij is toen naar Heerenveen gegaan, omdat Heerenveen dacht, ja, de Friese jongen die willen we niet naar Groningen laten gaan. Dan had hij met mij mee moeten gaan. Want ik zat gewoon bij de A-selectie. Was bij de A-selectie van Groningen gekomen. En we haalden bijna Champions League, hoor, dat jaar. Dat was jammer dat hij niet gedaan heeft. Maar dan had hij veel meer steun gehad. Uitermate, je hoort het, hè. Als een trainer zegt dat je met hem mee moet gaan, dan moet je gewoon meegaan, hè. Goed onthouden, jongens. Hey. Dat Henk niet alleen een fantastisch trainer is, maar hij is ook nog een fantastisch schrijver. Tenminste, hij heeft het laten schrijven, hij heeft het verhaal, nee, heeft hij verteld. Nee, of heb je het schrijven. Niet laten schrijven? Ik heb het niet, ik ben je gek, laat niet een boek over mezelf schrijven. Die mensen hebben mij gevraagd of ze over mij mochten schrijven. Excuus, nee, dat is excuus. Geef die man nog een biertje. Ik schrijf niet een boek over mezelf. Een prachtig mooi boek. Het boek is vandaag is te koop voor 10 euro. Normaal dan kost hij 17,50 euro. Maar de korting die nemen wij als vereniging. Dus het boek is te koop. Die kunnen jullie bij hier halen. En als we deze beste twee kanjes aankijken, dan willen ze vast ook nog een mooie handtekening inzetten. Dus dat staat hartstikke mooi in de boekenkast. Het is een hartstikke mooi boek. Ik heb hem ook gelezen. En ja, ik vind het echt een aanradertje. Voor de man en de vrouw, hè? Ja, en alle sponsoren. En alle sponsoren, die krijgen hem opgestuurd. Leuk. Ja? Ik wil jullie echt enorm bedanken. We gaan, het is nu 7:55. We beginnen dadelijk met de fantastische wedstrijd SWZ Bozo Sneek tegen Achilles 1894. Achilles 1894 staat op dit moment op de tweede plaats. Wij staan iets minder, wij staan derde. En daar laat ik het eventjes bij. Maar wij gaan er gewoon vanuit, hè, dat jullie ons vandaag zoveel geluk gaan brengen. En dat al onze sponsoren aanwezig zijn en die moeten natuurlijk beloond worden.
En daarom gaan wij de drie punten hier in Sneek houden. Jongens, geef deze man eens even een heel hard applaus. APPLAUS